Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 11 december van Weerplaza. Het blijft vandaag bewolkt en het gaat ook sneeuwen. Het sneeuwt de komende uren al in het zuiden van het land, mogelijk is eerst natte sneeuw mogelijk. In de loop van de ochtend breidt de sneeuw zich uit naar het midden van het land en het vriest de komende uren op veel plaatsen. En vanmiddag bereikt de sneeuw dan ook Groningen rond een uur of drie. De meeste sneeuw wordt rond de avond spits verwacht en er kan zo'n 5 tot 15 centimeter aan sneeuw vallen. In de loop van de avond trekt de sneeuw langzaam naar Duitsland weg en vannacht wordt het dan droog en gaat het op veel plaatsen vriezen. Is kans op gladheid, ook morgenochtend vroeg. Morgen klaart het in de middag op, komt de zon erdoor, maar valt er ook nog een winterse bui en met 1 tot 4 graden dooit de sneeuw dan weg. Vanaf woensdag zitten we in de minder koude lucht. Het wordt overdag 4 tot 6 graden. Er valt veelal van tijd tot tijd de regen. De zon, die breekt ook af en toe door. En de kans op sneeuw is dan erg klein. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.